Dus in eerste instantie gaan we even kijken naar uh, wat zijn nu die basistypes, uh, helofyte filters en welke zuiveringsprocessen uh, spelen hier een rol. Wel, helofyte filters, in de meest strikte betekenis van het woord zoals het, uh, de naam het eigenlijk zegt, we hebben twee zaken nodig uh, die helofyten typische moerasplanten of oeverplanten zoals riet of zoals lisdodden. En dan in de tweede plaats eh, hebben we ook filtermateriaal nodig, een, fil een poreus materiaal zoals zand of zoals grind. Ik heb daar zelf nog een derde factor aan toegevoegd. Hè. De oorspronkelijke helofytefilters werden eigenlijk ontwikkeld met het idee van een 100% passief systeem te gebruiken. Dat wil zeggen geen chemicaliën hè, en ook geen energieverbruik. Nu, dus er zijn twee basistypes en daar gaan we continu op terugkomen in deze presentatie. En de eerste, het eerste basistype is wat we noemen het horizontaal doorstroomde helofytefilter. Dus je kan op deze figuur zien, we gaan een ondiep bekken gaan uitgraven. Uh, niet onbelangrijk, daar wordt altijd een liner in gebruikt, een plasticfolie, want het is niet de bedoeling dat dat afvalwater gaat infiltreren en het grondwater gaat contamineren en dat bekken gaan we dan terug gaan opvullen met poreus materiaal en daarbovenop komen dan die helofietenfilters. filters. Dus hier gaat de stroming van links naar rechts, vandaar de naam een horizontaal doorstroomde helofietenfilter. filter. U kan hier ook zien dat die, het afvalwater eigenlijk tussen en door de wortels van die helofieten stroomt. Dus vandaar dat we ook wel vaak spreken van een wortelzone Rietveld. In tweede instantie hebben we dan de verticaal doorstroomde systemen. Gelijkaardig, we gaan een bekken uitgraven, we vullen dat met poreus materiaal. Maar hier wordt het water dus bovenop gepompt en gaat het dan eigenlijk langzaam naar beneden zakken. Dus hier spreken we ook wel vaak van een infiltratierietveld. De reden. Dat we dat afvalwater eigenlijk onder de grond gaan stoppen, dat zijn twee belangrijke redenen. Eén is uiteraard als we dat water in zo'n peruus medium steken, dan hebben we veel minder last van geuroverlast. En een tweede reden die is in Nederland en België wat minder belangrijk, maar dan gaan we ook minder schadelijke insecten aantrekken. Nogmaals, in Nederland en België wat minder belangrijk, ga je naar de troepen, dan wil je uiteraard geen kweekvijver van malaria muggen bijvoorbeeld. Bon, laten we nu even wat dieper inzoomen op die horizontaal doorstroomde uh, systemen. Dus nogmaals, we gaan starten met een ondiep bekken. Uh, je ziet op de figuur maximum een 60 tal centimeter. En daar is een reden voor, uh, die is vrij simpel. De meeste van die oeverplanten die gaan eigenlijk ook niet dieper wortelen dan 60 centimeter. Dus dieper dan dat heeft weinig uh, zin. Dat gaan we dan vullen met poreus materiaal. U ziet daar twee voorbeelden. Dat kan grind zijn, dat kan, ook, dat kan ook lava zijn. En daarmee gaan we uiteraard deeltjes die in dat afvalwater zitten, gaan uitfilteren. Nadeel is natuurlijk, als we die deeltjes gaan uitfilteren, dat die accumuleren in die poriën. En als dat zeer lang doorgaat, dan krijgen we uiteindelijk verstopping. Dus om dat te vermijden is het absoluut noodzakelijk, en dat staat niet op deze figuur, maar ik geef straks nog een aantal voorbeelden: dat we gebruik maken van een voorzuivering. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een septic tank, over een bezinkput of iets dergelijks. Een tweede voorzorgsmaatregel die we gaan nemen: u kan daar links op de figuur ook zien dat dat iets donkerder ingekleurd is. We gaan namelijk in die inlaatzone dan ook gebruik maken van iets grover materiaal. En dan heb ik het ongeveer. Formaat van uw vuist, zeg maar. Waarom? Grover materiaal dat betekent ook grotere poriën. En dat betekent dat we wat meer capaciteit hebben om eventueel ontsnappende deeltjes eh, daar toch nog eh, op te vangen. Daarnaast kan dat vulmateriaal ook een adsorptierol gaan uh, spelen. Dus vulmateriaal zoals lava, zoals die kiezel, kan een deeltje fosfaat gaan adsorberen. Kan eventueel ook zware metalen adsorberen, micropolluanten. Dat hangt een beetje af van het materiaal uh, dat gebruikt wordt. Nu, het nadeel natuurlijk van adsorptie dat is dat het een eindig proces is. Op een bepaald moment zijn al die bindingsplaatsen verzadigd en dan zal die fosfaatadsorptie stilvallen. Daar kom ik in een later stadium van deze presentatie nog op terug. Wat hebben we dan nog wel op al die wortels van die helofieten, maar ook op al die grinddeeltjes? Daar zal zich een biofilm op vormen. Dus daar komen bacteriën in te zitten. En die bacteriën die zullen dan het organisch materiaal, de stikstof, de zwavel en zo verder, gaan converteren en gaan afbreken. Nu, Heel belangrijk hier is dat we dat afvalwater onder de grond steken. Waardoor er eigenlijk zeer weinig contact is met de atmosfeer. Dus dit soort systemen, daar zit nauwelijks tot geen zuurstof in. Dus dat zijn eigenlijk anaerobe reactoren. Dus we krijgen daar ook anaerobe afbraakprocessen. Dat heeft een zeker nadeel, want anaerobe afbraak van organisch materiaal dat kan ook leiden tot broeikasgasemissies zoals methaan. En dan hebben we als laatste component van zo'n systeem hè, we dan ook nog de planten zelf, want die gaan uiteraard via de wortels wat stikstof en fosfor gaan opnemen. Die kunnen ook metalen absorberen, organische micropolluanten enzovoort. Je ziet hier twee plaatjes. Links is een voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk. Dat is eigenlijk een horizontaal doorstroomd filter, die eigenlijk uit twee stappen bestaat. Dus achteraan ziet u die bestelwagen staan. Daar zit een bezinkput onder de grond. En dan hebben we eigenlijk twee fasen filter. Het rechtse voorbeeld is een voorbeeld uit België, niet zo ver van Brussel, waar dan twee parallelle horizontaal doorstroomde velden gebruikt worden. En je ziet ook heel duidelijk in die inlaatzone dat we daar van eh, wat grover materiaal gebruik maken. Goed, dat was het eerste systeem. En dan gaan we nu even over naar die infiltratierietvelden of die verticaal doorstroomde eh, systemen. Dus we beginnen gelijkaardig, we gaan een bekken gaan uitgraven, in dit geval ietsje dieper, want u ziet dat het totaal van die drie filterlagen, dat we daar toch snel aan een 80 centimeter tot bijna 1 meter komen. Ja. Nu... We werken meestal met drie lagen. Dus bovenaan in die infiltratierietvelden gaan we zeer fijn materiaal gebruiken, zand. Daaronder ziet u die transition layer. Dan gaan we al wat grover materiaal gebruiken. En dan helemaal onderaan waar die drainagebuis ligt, daar gaan we dan opnieuw gewoon grind of kiezel gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Mochten we bovenaan ook kiezel gebruiken en we gaan daar ons afvalwater over verspreiden, ja, dan is het een kwestie van twee, drie minuten eer al dat water aan die drainagebuis komt. Dan is er eigenlijk simpelweg te weinig tijd voor die waterzuivering. Dus daarom gaan we fijner materiaal gebruiken, zodanig dat dat water trager infiltreert. Het tweede belangrijk principe hier dat is dat verticale rietvelden die worden eigenlijk altijd batchgewijze beladen. En dat is volledig verschillend ten opzichte van die horizontale. Wat betekent dat eigenlijk? Dat we dus voor zo'n verticaal systeem hebben we een opvangput hebben. Die put gaat zich langzaam opvullen met afvalwater. Op het moment dat die put volledig vol is, dan gaan we eigenlijk dat afvalwater in één keer hè, bovenop dat infiltratiesysteem gaan pompen. En dan stopt het weer. Hè. Dan gaat die tank opnieuw opvullen, gaan we opnieuw een flush van afvalwater naar dat uh, helofytefilter pompen. En die batchgewijze belading die is essentieel. Waarom? Omdat we tussen twee batches in, kan er eigenlijk opnieuw lucht in dat filter dringen. En hebben we dus eigenlijk voldoende zuurstof voorradig om dan op die manier aerobe afbraakprocessen te gaan triggeren. En je kan ook zien in de figuur dat heel dat systeem er eigenlijk voor ontworpen is, want die drainagebuis onderaan, dat zit via een elboog, dat noemen we ook letterlijk zo, zit daar een soort schoorsteen aan. En die schoorsteen die zorgt er ook voor dat er dus eigenlijk lucht naar die diepere lagen van dat infiltratieveld getrokken wordt. Dus als ik dat nog even samenvat, dus een verticaal systeem, ook daar komt er filtratiemateriaal in, dus in dit geval meestal zand. Ook hier gaan we dus deeltjes gaan uitfilteren. We hebben eerst een voorzuivering, maar de deeltjes die ontsnappen, die worden voornamelijk bovenop die filter eigenlijk uitgefilterd, waardoor dat we daar een kleine of een fijne sliplaag eigenlijk krijgen. Vandaar dat er nog iets bij komt voor die verticale rietvelden, namelijk dat we meestal met parallele cellen gaan werken. En wat is het idee daarvan? Dus stel dat we twee van die infiltratiesystemen naast elkaar hebben. De ene week gaan we dus het ene systeem gebruiken, het andere is in rust. Als zo'n systeem in rust is, dan krijgt het geen water en dan zal die sleplaag eigenlijk ook gaan uitrogen en zal die gaan mineraliseren. Dus die sleplaag die krijgt tijd om af te breken. En na één week gaan we dan eigenlijk de switch maken en dan gaan we de andere cel gaan gebruiken. Dus dat rotatiesysteem dat is ook iets essentieels. Opnieuw kan dat vulmateriaal voor adsorptie zorgen, dat hebben we al besproken. Er zit ook weer een biofilm op al die korrels, maar dus, dat is een belangrijk verschilpunt. Hier hebben we zo, nagenoeg uitsluitend eh, aerobe afbraak- of conversieprocessen. Ja. Nu, als we alleen maar aerobe processen hebben, dan hebben we hier potentieel een probleem, ja. want u weet, in afvalwater zit stikstof voornamelijk onder de vorm van ammonium. Met zuurstof kunnen we die gaan omzetten naar nitraat, nitrificatieproces. Maar als er dan te veel zuurstof aanwezig blijft, dan kunnen we dat nitraat niet verder gaan denitrificeren tot stikstofgas. Vandaar een trucje dat vaak toegepast wordt: dat is dat we onderaan via een kleine elleboog op die drainagebuis dan toch een kleine stagnante laag water laten staan, een 20-30 centimeter. Zodanig dat we daar anoxische omstandigheden creëren en dat we toch een deel van die nitraat kunnen omzetten naar stikstofgas. En dan uiteindelijk hebben we hier ook weer de planten, die zorgen voor wat opname van nutriënten en zo verder. Je ziet er ook wat plaatjes, dus onderaan is een systeem uit Nederland, dus je ziet rechts de voorbezenking die nodig is en dan een plaatje van een pas aangeplante filter. Linksboven ziet u een voorbeeld van een filter in aanbouw, waar u heel duidelijk die twee parallele cellen ziet, zodanig dat we week na week die switch kunnen maken. Nu, Net al een beetje gezegd, dat is een horizontaal systeem, dat is anaerobe. Dat uh, verticaal systeem, dat is airoop, met eventueel die problemen van nitrificatie, denitrificatie. Dus u voelt hier al aan, als we die twee systemen gaan combineren eerst een verticaal nitrificatie en dan een horizontaal systeem denitrificatie, dan kunnen we op die manier eigenlijk die stikstofverwijdering gaan optimaliseren. Dat is iets wat vaker gebeurt, we spreken in dit geval van hybride wetlands of hybride helofyte filters. Dus als ik dit nog even samenvat, het eerste hoofdstukje, dus de zwevende stoffen die in het afvalwater zitten, die worden voornamelijk via filtratie verwijderd in dat poreuze materiaal. Het organisch materiaal hè, zijn daar voornamelijk de bacteriën in die biofilm die het grote werk doen. Dat kan zowel aeroop of anaerobe naar gelang het systeem. Stikstof hebben we nitrificatie, denitrificatie en voor een stukje opname in die planten. Fosfaat kan ook via plantopname, maar wordt eigenlijk voornamelijk via adsorptie verwijderd aan de, de filtermedia die we gebruiken. En één ding waar ik nog niet over gesproken heb, maar deze systemen die kunnen ook pathogenen uh, verwijderen. Voor een stukje zijn die pathogenen ook zwevende stof, dus die worden eruit gefilterd. Maar u mag ook niet vergeten: dit is een natuurlijk systeem. Daar zit een volledig voedselweb in. Naast bacteriën vindt u daar even goed protozoa, metazoa, insectenlarven en noem maar op. En dat zijn eigenlijk predatoren die ook voor een stuk die pathogenen gaan verwijderen. Waar ik later ook nog even op zal terugkomen, waar er heel veel interesse voor is, dat zijn de zogenaamde opkomende stoffen, wat met de medicijnresten, pesticiden, microplastics en noem maar op. Well, ook deze worden voor een stuk in die gelofietenfilters verwijderd via analoge processen, het zijn fysische processen, filtratie, het zijn hetzij het hetzij microbiologische omzettingen.